Per jaar overlijden er in Nederland zo'n 140.000 mensen. Ruim 135.000 door ziekte en ouderdom. In het verkeer komen er zo'n 900 om. 2500 mensen laten het leven bij een ongeluk in en om het huis. Ruim 1000 mensen plegen zelfmoord en 200 worden er vermoord. Maar de vraag is, hoeveel doden die zijn toegeschreven aan ziekte, zelfmoord of een ongeluk, zijn in werkelijkheid het slachtoffer van een perfecte moord? Goedenavond, welkom bij het programma dat onderzoekt, ontmaskert, aanklaagt, verdedigt en al jaren het perfecte programma probeert te maken. Maar zich altijd realiseert dat er meestal toch kleine foutjes worden gemaakt. En met die ogen kijken we dus ook naar de dossiers die we onder handen hebben. Heeft de verdachte niet ergens een detail over het hoofd gezien? Is de recherche wel scherp genoeg geweest? En hebben de rechters wel een juist beeld van de zaak gekregen? De vraag, noodlottig ongeluk of een perfecte moord, speelt vanavond in onze reportage over de dood van de 59-jarige Paula van B. uit het Betuwe dorp Varik op 1 augustus 2003. Haar echtgenoot Peter, die erbij was, beroept zich op een blackout, waardoor zijn echtgenote helaas het leven liet. Is hij een tragisch slachtoffer of een geraffineerde dader? Was de dood van Paula een ongeluk of een perfecte moord, die misschien toch niet helemaal perfect was? Het gerechtshof. Zitting wordt geopend. Gaat u zitten. Het Hof doet uitspraak in de zaak tegen meneer Peter van B. De zaak die 2 weken eerder bij het Hof is behandeld. Gebeurt op het spoor vlak in de buurt. Geen van de omwonenden heeft gezien wat er precies aan de hand is. Een vrouw belt direct 112. In Culemborg zijn eind van de middag een dode en een gewonde gevallen bij een botsing tussen een auto en een trein. Het ongeluk gebeurde op de bewaakte spoorwegovergang op de Zeedijk in Culemborg. Volgens de politie stond de auto stil op de rails toen de Intercity Utrecht-Maastricht naderde. De machinist heeft nog geprobeerd te remmen, maar vergeefs. De auto had 2 inzittenden, een man en een vrouw. De vrouw overleed ter plaatse, de man is uit de auto gesprongen. De man is buiten zichzelf van emoties. Omstanders moeten hem in bedwang houden, maar kunnen niet voorkomen dat hij hard met zijn achterhoofd op het wegdek slaat en zichzelf daarbij tot bloedens toe verwondt. Getuigen horen hem schreeuwen, blackout, blackout, mijn vrouw, mijn dochter, mijn zoon, bel mijn zoon. En mijn god, versnelling, boom. En even later hoort iemand hem nog zeggen,
Nu heb ik een duur badpak gekocht, zodat ze kan gaan zwemmen. En nu gaat het niet meer door. De passagiers die de crash wonderwel ongeschonden overleven, moeten meer dan een uur in de berm wachten tot ze met bussen naar een bestemming kunnen worden gebracht. De enige getuige die alles goed heeft zien gebeuren is de machinist van de trein. Hij komt met een snelheid van 130 km per uur op de overweg aanrijden en ziet dan tot zijn schrik dat een witte auto langzaam om de dalende spoorboom heen stuurt en precies voor zijn trein tot stilstand komt. Op dat moment toetert hij en stelt direct de snelremming in werking. Hij weet dan dat een botsing onvermijdelijk is. Dan ziet hij hoe een man op een onnatuurlijke manier op het nippertje de auto verlaat en zich in veiligheid brengt. Maar er zit nog iemand in de auto. In een flits ziet de machinist iemand op de passagiersstoel die tegen het portier aanduwt alsof hij een onvermijdelijke dood wil afwenden. Het is een beeld dat bij hem voor altijd op zijn netvlies zal blijven staan. In zijn belevenis, zo verklaart hij later, is hier sprake van opzet. En heeft de man doelbewust de auto op het spoor stilgezet. Daarnaast heeft verdachte door zijn handelen ook de machinist van de trein geconfronteerd met de voor hem onafwendbare situatie dat hij met zijn trein botste op de auto met erin het slachtoffer, hetgeen op hem een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Het slachtoffer is de 59-jarige Paula. Haar man, die dus net op tijd de auto heeft kunnen verlaten, is de 60-jarige Peter van B. Ze wonen in het nabijgelegen dorp Varik. Een dag later legt Van B. op het politiebureau de volgende verklaring af. Halverwege de middag van 1 augustus rijden hij en zijn vrouw Paula van een woning in Varik naar Geldermalsen. Het is die dag erg warm en Paula wil graag een nieuw badpak. Op de markt in Geldermalsen kopen ze dan een badpak. Peter eet een ijsje en Paula neemt een worstenbroodje. Ze willen die middag een zieke vriendin in het naburige Tricht bezoeken en spreken af dat ze onderweg ook nog even langs zullen gaan bij een andere kennis die precies langs de route woont. Maar eerst gaan ze nog even naar een koopjeshal om kussens voor de tuinstoelen en verfbakjes te halen. En daarna naar de Gamma aan de parallelweg West om verf te kopen. Maar ze hebben volgens Peter de juiste kleur niet en zonder hier iets te kopen stappen ze weer in een auto. Peter vertelt dan tegen de politie dat hij de volgende route neemt. Vanaf de Gamma via deze weg onder het spoor door naar de parallelweg Oost. Een eindje verderop woont de kennis die ze nog even willen bezoeken alvorens naar de zieke vriendin in Tricht te gaan. Maar het is al 4 uur en ze besluiten daarom toch maar direct door te rijden naar Tricht. Ze rijden parallel aan het spoor naar het zuiden en komen aan bij de zeedijk. Op die plek krijgt Peter naar zijn zeggen opeens last van duizelingen. Hij zet zijn auto aan de kant. Maar al snel voelt hij zich weer wat beter en trekt weer op. Vanaf dit moment kan Peter zich, volgens zijn verklaring, niets meer herinneren.
een blackout, zo stelt hij. Het eerste dat hij naar zijn zeggen weer waarneemt is een barrière, het gerinkel van overwegbellen, het geluid van een aanstormende trein en zijn vrouw die gilt: pas op, pas op. Van B vertelt dat hij nog probeert de auto in zijn achteruit te zetten en zijn vrouw naar buiten te duwen, maar dit lukt niet. Op het allerlaatste moment stapt hij dan zelf uit en rent in paniek net op tijd weg. Van B wijst erop dat hij eerder die week wegens slaapproblemen bij de huisarts is geweest en daar het slaapmiddel temazepam kreeg voorgeschreven. Hij suggereert dat dit slaapmiddel achter de blackout zit. Het was bovendien zijn eerste blackout, zo verzekert hij de recherche. Een noodlottig ongeval dus, waarbij Van B midden op de spoorwegovergang een blackout krijgt, precies op het moment dat de Intercity met 130 km per uur komt aandenderen. Maar al snel doemt voor de recherche een heel ander scenario op. Dat van een uiterst geraffineerde moord. Wat direct al opvalt is dat Peter van B. na het ongeval roept dat hij een blackout heeft gehad. Diverse omstanders hebben hem dat horen zeggen, terwijl hij ongeveer op deze plek in een soort van staat van shock met zijn achterhoofd tegen het asfalt slaat. Maar het kenmerk van een blackout of geheugenverlies is nu juist dat je je niets kunt herinneren. Dus ook niet dat je een blackout hebt gehad. En nader sporenonderzoek aan het autowrak levert dan volgens de recherche op dat Peter van B. inderdaad geen blackout had, maar heel goed wist wat hij deed. Nader sporenonderzoek aan het autowrak brengt direct al enkele verdachte feiten aan het licht. Het contactsleuteltje blijkt te zijn uitgedraaid en de handrem is aangetrokken. Dit wijst op twee bewuste handelingen en niet op iets dat gedaan wordt door iemand die een blackout heeft. Het vermoeden dat de handrem bewust is aangetrokken en niet door de enorme klap met de trein in die stand terecht is gekomen, wordt verder ondersteund in het onderzoek. Het deel van de bodemplaat waar die handrem op is bevestigd blijkt toevallig een van de minst vervormde onderdelen van de auto te zijn. De recherche vermoedt dat Van B. de handrem heeft aangetrokken om te voorkomen dat de auto door de bolling van de weg vanzelf van de overgang zou rollen. En het contactsleuteltje heeft hij volgens de politie uitgedraaid om te voorkomen dat zijn vrouw de auto toch in beweging kon krijgen door hem in zijn versnelling te duwen. Deze bevinding vormt de crux van de zaak. Immers het aantrekken van de handrem duidt volgens de recherche op een bewuste, weloverwogen handeling om te voorkomen dat de auto van de overgang zou afrollen. Een handeling, zeker in combinatie met het uitdraaien van het contact, waarmee Peter van B. volgens de recherche bij vol bewustzijn heeft willen voorkomen dat zijn vrouw zou ontsnappen aan de aanstormende trein. Ook vindt de politie het verdacht dat Van B. de overgang opreed toen de spoorbomen al aan het dalen waren en dat hij dus om een dalende spoorboom heen heeft moeten sturen. Ook niet te manoeuvreren voor iemand met een blackout. En op het moment dat hij de overgang opreed, waren de alarmbellen bovendien al 14 seconden in werking. Zo komt uit een verkeersongevalanalyse naar voren. De luide alarmbellen hadden hem zeker uit zijn blackout gewekt, denkt de politie. Ten slotte blijkt dat Paula in de veiligheidsgordel zat toen ze werd gevonden. Maar familie en kennissen verklaren stellig dat de zwaarlijvige Paula juist nooit de riem om had in de auto. Het vermoeden rijst dat Van B. op een of andere manier zijn vrouw heeft weten over te halen om voor deze keer wel haar riem om te doen.
om ervoor te zorgen dat zij niet op tijd de auto zou kunnen verlaten. Een doordachte, uitgekookte moord dus, denkt de politie, op een zorgvuldig uitgekozen stille plek waarvan B, die hier al lange tijd woonde en veel kennissen had, de omgeving erg goed kent. Bij de oplegging van straf of maatregel heeft het Hof in het bijzonder in aanmerking genomen dat door verdachtes handelen zijn echtgenote op gruwelijke wijze het leven heeft verloren. 3 dagen na het fatale ongeval wordt Peter van B. dan ook als verdachte aangehouden. Er start een omvangrijk onderzoek waarin talloze getuigen worden gehoord. En tijdens dat onderzoek stapelen de verdenkingen zich steeds verder op tegen Peter van B. Peter, een laboratoriummedewerker die in zijn jeugd op de grote vaart heeft gezeten, trouwt in 1968 met Paula. Het stel krijgt 2 kinderen, Mark en Pauline. Van B. staat bekend als vriendelijk, maar teruggetrokken. En Paula is een toegewijde moeder voor haar kinderen en is bovendien artistiek. Ze speelt viool. Maar midden jaren 70 verandert alles. Paula hoort steeds vaker vreemde stemmen in haar hoofd en na onderzoek wordt schizofrenie bij haar vastgesteld. Ze wordt herhaaldelijk opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis en verandert door haar medicatie in combinatie met alcohol steeds meer in een zombie, aldus kennissen en familieleden. Met het huwelijk gaat het vanaf die periode volgens getuigen bergafwaarts. Paula zit vaak alleen thuis, rookt en drinkt veel en wordt steeds dikker. Peter is steeds vaker weg, zou verhoudingen hebben en gaat zelfs alleen met vakantie. Het stel slaapt gescheiden, zeggen de kinderen. De tegenstrijdigheden met zijn eigen verklaringen zijn talrijk. Van B. zegt dat zijn huwelijk juist goed was. Verder stelt Van B., in tegenstelling tot wat zijn eigen kinderen en hun kennissen beweren, dat hij en zijn vrouw altijd de gordels om hebben in de auto. Over zijn eigen blackouts en zijn geheugenverlies verklaart Van B. ook tegenstrijdig. In zijn eerste verklaring zegt hij: toen ik op de Zeedijk reed, werd ik opeens duizelig. Ik weet niet wat er met mij aan de hand was. Ik heb dat nooit eerder gehad. Later verklaart hij daarentegen: ik heb deze klachten al enkele maanden. Weer verderop in het dossier stelt hij dat hij er al jaren last van heeft, om uiteindelijk tegenover een neuroloog te zeggen dat hij al 25 jaar last heeft van blackouts. Maar niemand uit Van B.'s omgeving zegt ook maar iets te weten van zijn blackouts. Zelfs zijn eigen huisarts niet. Van B. oppert dan dat de blackout vlak voor het ongeluk iets te maken zou hebben met het gebruik van het slaapmiddel Temazepam dat hij die week tegen zijn slapeloosheid had voorgeschreven gekregen. Maar deskundigen stellen dat dit onwaarschijnlijk is. Temazepam maakt hooguit suf en autorijden wordt kort na inname, dat is tegen bedtijd, dan ook afgeraden. Het ongeluk gebeurde echter ver in de middag en dan zijn de effecten volgens deskundigen te verwaarlozen. Ten slotte verklaart Peter dat hij geen financiële problemen heeft, terwijl zijn eigen kinderen ook hier het tegendeel beweren. Als de recherche dit nader onderzoekt, komt een mogelijk motief naar voren. Er zijn ongevallenverzekeringen afgesloten door Peter en door Paula, die de laatste jaren inderdaad, zoals de kinderen al beweerden, erg krap bij kas zaten. Van B. had tot kort voor het ongeluk een hypotheekschuld van ruim €476.000. Een zware last voor iemand met een maandelijkse uitkering van €1.500. Dat had te maken met een huis dat hij maar niet verkocht kreeg. Uiteindelijk heeft Van B. die woning ver onder de prijs van de hand moeten doen. Dat was vlak voor het ongeluk. Door Paula's dood zou Van B. bijna €170.000 uitgekeerd krijgen. En daarmee zouden zijn financiële zorgen behoorlijk zijn verminderd.
Dit heeft voor de nabestaanden van het slachtoffer, in het bijzonder haar kinderen, onherstelbaar groot leed aangericht. Waarbij, zoals naar voren komt in de door een van de nabestaanden afgelegde verklaring ter zitting, niet alleen het verlies van de moeder, maar ook de omstandigheid dat men niet te weten komt wat er precies is gebeurd, een rol speelt. Toen ik het dossier van de verdachte dood van Paula van B. las, moest ik direct denken aan een ander dodelijk auto-ongeluk dat ik in het verleden eens heb onderzocht en dat hele sterke overeenkomsten vertoont met deze kwestie, waarbij ook een vrouw om het leven kwam. Aanvankelijk leek het ook in deze zaak op een tragisch ongeluk, totdat de politie alle feiten en omstandigheden nog eens tegen het licht hield. We moeten daarvoor terug naar 1995 in Maassluis, toen de 45-jarige Thea van der Mast met haar ex-man was wezen winkelen. De politie ziet rond 21:45 in de avond een ogenschijnlijk verwarde man staan op de Govert van Wijnkade in Maassluis. Hij lijkt buiten zichzelf van emoties en prevelt onverstaanbare taal. Hij wordt meegenomen naar het bureau. Het enige wat de man roept is: Thea, Thea. Ze denken dat hij thee wil. Dan komt er een melding binnen van een auto die te water is geraakt op de plek waar de man is opgepikt. De man is de 46-jarige Dirk V. Hij blijkt getuige te zijn geweest van het te water raken van zijn auto met zijn ex-vrouw, de 45-jarige Thea van der Mast. Redding komt te laat. Ze is verdronken. Dirk V. is er niet achteraan gesprongen, maar belandde in plaats daarvan in een soort shocktoestand. De politie heeft al snel ernstige twijfels bij dit verhaal en V. wordt gearresteerd. Tijdens de verhoren die volgen verklaart hij dat hij en zijn ex die avond hadden gewinkeld. Op een gegeven moment ontstaat er ruzie over de hoogte van de alimentatie. Zo vervolgt Dirk. Als ze uitgeshopt zijn en in de geparkeerde auto stappen, zet Dirk de 17 jaar oude Ford-automaat in de R, de achteruitstand. Thea zit achterin, naast een stoel die op de achterbank ligt. Dan realiseert Dirk zich dat hij nog moet plassen. Hij rijdt de auto weer een stukje naar voren, trekt de handrem niet aan en laat de motor draaien. Thea roept hem dan terug omdat ze iets voorin wil pakken. Dirk zet de passagiersstoel naar voren, zodat de achterin zittende 125 kilo zware vrouw erbij kan. Als Dirk dan weer wegloopt van de auto om te gaan plassen, hoort hij Thea roepen en dan pas ziet hij, zo verzekert hij de recherche, hoe zijn auto met zijn ex richting het water rolt. Hij zou nog hebben geprobeerd het openstaande linkerportier te grijpen, maar kan niet verhinderen dat de auto het water inrijdt. Een noodlottig ongeval dus. Of toch niet? Een getuige meldt dat hij vanaf de overkant zag hoe de auto te water raakte. Deze man stelt zelfs dat hij denkt te hebben gezien dat Dirk de auto duwde. Hij wordt onder hypnose verhoord en bevestigt daarin min of meer zijn beweringen. Deze verklaring vormt een van de belangrijkste bewijsmiddelen. En een tweede getuige, die aan de overkant door het raam keek toen de auto al te water was geraakt, verklaart dat de man, Dirk dus, zeker 2 minuten roerloos naar de gracht heeft staan kijken. Uit het onderzoek komt dan nog een aantal verdachte omstandigheden naar voren. Allereerst is er het wrak. Het blijkt dat het linkerportier is afgesloten en dat de sleutels nog in het contact zitten. Dat rijmt niet met Dirk's verklaring dat hij heeft geprobeerd om met het openstaande linkerportier de wegrollende auto tegen te houden. In Dirk's zak blijken dan reservesleuteltjes te zitten. Heeft hij de auto daarmee op slot gedraaid om te voorkomen dat zijn ex eruit kon? De automatische versnelling staat in de R-stand, mogelijk doordat het slachtoffer er in paniek aan getrokken heeft. Dan is er ook een motief.
Er blijken twee levensverzekeringen te zijn afgesloten, waardoor bij Thea's overlijden een bedrag van 350.000 gulden zou vrijkomen. In Dirk's zak vindt de recherche bovendien een briefje met erop het adres Govert van Wijnkade 11, Maassluis, gekrabbeld. En dat is precies de plek des onheils. Had hij de locatie van tevoren gepland? Dan doet de recherche tijdens een huiszoeking een nogal lugubere vondst in Dirk's administratie. Het blijkt dat hij ruim voor het ongeluk de hele uitvaart van zijn op dat moment dus nog in het volle leven staande ex-vrouw tot in de puntjes heeft voorbereid. Er wordt zelfs een bedankbriefje gevonden aan het crematorium en aan enkele vriendinnen van Thea voor hun getoonde medeleven, terwijl ze op het moment van schrijven dus nog springlevend was. Maar Dirk blijft alle betrokkenheid ontkennen. Het regelen van de uitvaart legt hij uit als een poging om Thea aan het schrikken te maken, en de bedankbriefjes waren een grap, zo verzekert hij de recherche. En dan is er een fikse tegenslag voor de politie. Men wil een reconstructie maken van het ongeval, onder meer om te onderzoeken hoe het kan dat de versnelling in de R-stand stond. Maar dat gaat niet meer, want het autovrak blijkt per abuis te zijn vernietigd. Als de zaak voor de rechter komt, bepleit Dirk V's advocaat vrijspraak, omdat volgens hem de stokoude auto door een mankement in beweging is gekomen. Bovendien hekelt hij de recherche die dat niet meer heeft kunnen aantonen, omdat het wrak is vernietigd. Het mag niet baten. Alle belastende bevindingen en vooral het hypnoseverhoor van de getuige aan de overkant wegen voor de rechter zwaarder. Dirk V krijgt 12 jaar cel opgelegd. Dat wordt een jaar later nog eens bekrachtigd in hoger beroep. Maar dan neemt V advocaat Spong in de arm en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Spong gooit het over een andere boeg. Hij ontdekt dat er in de wet geen ruimte is voor het toelaten van een hypnoseverhoor als bewijs. Hij krijgt gelijk en de zaak wordt terugverwezen voor hernieuwde behandeling voor het gerechtshof. Stukje bij beetje lukt het de strafpleiter om de bewijsmiddelen op onderdelen juridisch in twijfel te trekken. Spong speelt bijvoorbeeld professioneel het feit uit dat de auto tijdens het onderzoek was vernietigd en dat er daarom geen nader onderzoek aan het wrak mogelijk is. En uiteindelijk wordt Dirk V. vrijgesproken van de moord op zijn ex, Thea van der Mast. De waslijst van overeenkomsten met de zaak in Culemborg is bijna griezelig. In beide gevallen gaat de politie ervan uit dat de daders een soort van blackout simuleren. In beide gevallen is er een financieel motief door afgesloten levensverzekeringen. Beide mannen hadden een slechte relatie met het slachtoffer. In beide gevallen hadden de slachtoffers eerst met hun vermoedelijke moordenaars gewinkeld. Beide vrouwen waren dik en konden zich vanwege hun omvang niet op tijd in veiligheid brengen. Beide vrouwen zaten bovendien op de een of andere manier door een bijkomstigheid klem in de auto. Paula had tegen haar gebruik een gordel om en Thea zat vlak naast een tuinstoel op de achterbank. De auto is in alle twee de politiescenario's het moordwapen. Bij Dirk V. zou de stand van de automatische versnellingspook op opzet duiden. Bij Peter van B. was dat de aangetrokken handrem. En last but not least, het ging in beide gevallen om een Ford. Maar dat terzijde. Dirk V. wordt uiteindelijk vrijgesproken. En met alle overeenkomsten tussen beide zaken is dat misschien wel een voorbode van wat er met Peter van B. gaat gebeuren. Er is echter ook één belangrijk verschil tussen de twee mannen. Voor Peter van B. is het niet de eerste keer dat hij wordt verdacht van moord. Een kleine maand na het fatale treinongeval wordt Van B's broer door de politie verhoord. Die komt met een opzienbarend voorval uit het verre verleden.
Hij vertelt de recherche dat Van B. vroeger matroos was op de grote vaart en lang geleden in het buitenland al eens heeft vastgezeten wegens de moord op een kapitein. Twee dagen later wordt Van B. hiermee geconfronteerd. Hij erkent dan inderdaad betrokken te zijn geweest bij de dood van de kapitein. Het zou gegaan zijn om een vechtpartij aan boord in de haven van Helsinki. Hij had toen met een mes gezwaaid en daarbij was inderdaad de kapitein dodelijk geraakt. Een onaangenaam incident, aldus Peter van B. Tegenover de recherche probeert Van B. zijn betrokkenheid bij de dood van de kapitein te bagatelliseren. Wij doken in de archieven en namen contact op met een aantal betrokkenen, waaronder de stiefdochter van de vermoorde kapitein, die haar vader vergezelde op wat zijn laatste reis zou worden. Uit dat onderzoek blijkt dat Van B.'s rol bij de dood van de kapitein beduidend groter is dan hij wil doen geloven. Kennelijk heeft hij in deze kwestie, als het op een herinnering van de feiten aankomt, ook al last van een blackout. Yes. Er ligt een Nederlands schip in de haven van de Finse hoofdstad Helsinki, de SS Loijersgracht. Aan boord is het rumoerig. De 40-jarige kapitein Verplak heeft het aan de stok met een van zijn matrozen. De Nederlandse jongen is in Polen aan boord gekomen en veroorzaakte direct al deining aan boord. Hij had geprobeerd stiekem een meisje mee te nemen. Kapitein Verplak wil hem voor straf niet de gebruikelijke bonus van een fles drank en sigaretten geven. Als de matroos daar alleen maar bozer van wordt, dreigt de kapitein met ontslag. De steeds kwader wordende matroos is de dan 18-jarige Peter van B. Hij stond al bekend als agressief en was juist daarom aan de strenge zorg van kapitein Verplak toevertrouwd. En dan gaat het mis. Peter pakt in de kombuis een mes. Verplak zit met de scheepskok in de lounge als Peter op de kapitein afstormt. Voor iemand kan ingrijpen, steekt hij hem diep in zijn rug. De kapitein is dodelijk in zijn long getroffen en met zijn laatste krachten probeert hij samen met de kok de buitenzinnig geraakte matroos van zich af te houden. Maar Van B. haalt weer uit en snijdt daarbij een aantal vingers van de man af. Dan valt de kapitein neer. Peter Van B. maakt zich uit de voeten. De kok slaat via de boordradio alarm en al snel komt de Finse politie in actie, die na een korte klopjacht Van B. arresteert. In het ziekenhuis van Helsinki sterft kapitein Willem Verplak. Hij laat een vrouw en 7 kinderen achter. Peter van B. komt voor de kinderrechter. Hij legt een bekentenis af en krijgt vanwege zijn jeugdige leeftijd slechts 6 jaar celstraf opgelegd. De zaak is ook in Finland groot nieuws. Dit is dus het ware verhaal van dat onaangename incident in Finland, zoals Van B. de politie vertelt, waarbij hij naar zijn zeggen met een mes had gezwaaid en waarbij hij toen de kapitein had geraakt.
en iedere betrokkenheid bij de dood van zijn vrouw Paula blijft Peter in alle toonaarden ontkennen. Hij houdt vol dat hij op het moment suprême werd overvallen door een blackout. Het Hof overweegt hierbij dat er veel omstandigheden te noemen zijn, en door de advocaat-generaal ook zijn genoemd, die ernstig afbreuk doen aan de geloofwaardigheid van de lezing zoals door de verdachte wordt gesteld. Justitie gelooft er inmiddels niets meer van en laat Van B. onderzoeken door een neuroloog en een psychoneuroloog. Deze onderzoeken pakken slecht uit voor de verdachte. Zo wordt Van B. onderworpen aan een zogenoemde Sims-test. Dat is een test om te onderzoeken of de verdachte bepaalde afwijkingen bij zichzelf simuleert. De test bestaat uit een opsomming van 75 veelal bizarre symptomen. Zoals: mijn schaduw beweegt wild terwijl ik me stilhoud. En er zijn 6 dagen in de week. De verdachte moet dan aankruisen aan welke hij zegt te lijden. Normaal gesproken zal niemand meer dan 20 van de genoemde verschijnselen bij zichzelf herkennen. Maar Peter Van B. kruist er maar liefst 33 aan. Dat wijst er volgens de onderzoeker op dat Van B. de neiging heeft om niet bestaande afwijkingen voor te wenden. En ook bij een geheugentest is de uitkomst vergelijkbaar. Van B. blijkt te veel en juist de verkeerde dingen te vergeten voor iemand met geheugenverlies. De specialisten concluderen dat de blackout en het geheugenverlies van Van B. zeer onwaarschijnlijk zijn. Maar het wordt ook niet helemaal uitgesloten. Een van de onderzoekers stelt: dit alles tezamen, stress, slaaptekort, hoog temazepamgebruik, kan ertoe leiden dat betrokkenen plotseling optredende duizelingen ervaart of overmand wordt door een slaaptoestand die hij waarschijnlijk duidt als blackout. Op 11 maart 2005 komt de zaak voor de rechter. Van B.'s advocaat pleit voor vrijspraak en beroept zich op de passage uit het deskundigenrapport waarin de blackout niet geheel wordt uitgesloten. Maar de officier van justitie is overtuigd van Van B.'s opzet en eist 15 jaar cel wegens moord. De rechtbank oordeelt verrassend. Van B. wordt ondanks alle belastende aanwijzingen vrijgesproken van moord en doodslag. Dood door schuld, luidt de uitspraak. Peter Van B. wordt slechts betrokkenheid verweten omdat hij, nadat hij door zijn medicijngebruik vlak voor de spoorwegovergang duizelingen kreeg, vervolgens toch is doorgereden. Peter Van B. krijgt hiervoor 102 dagen celstraf opgelegd, precies de periode dat hij in voorarrest zat. Hij is vrij man. Maar het vonnis voorkomt wel dat hij aanspraak kan maken op de 170.000 euro uit de ongevallenverzekering. Justitie gaat direct in hoger beroep en gelast nieuw onderzoek. De advocaat-generaal van het gerechtshof in Arnhem schakelt nu de gerenommeerde psycholoog professor Merkelbach van de Universiteit Maastricht in. Professor Merkelbach is een autoriteit op het gebied van forensische psychologie en gespecialiseerd in de werking van het menselijk geheugen. Merkelbach stelt een onderzoek in naar de vraag of Van B. werkelijk een blackout heeft gehad en of hij werkelijk leidt aan geheugenverlies. Dit is zijn rapport. Het is vernietigend voor Van B. Volgens Merkelbach kan de lezing van de verdachte niet kloppen. Hij concludeert in het verslag aan de rechtercommissaris: los van wat Van B. daar zelf over beweert, zijn er in het dossier geen aanknopingspunten te vinden voor de veronderstelling dat hij blijvend geheugenverlies zou hebben voor het ongeval. En voor zover onder blackout een vorm van automatisch en gecontroleerd gedrag wordt verstaan,
acht ik het ronduit onwaarschijnlijk dat de heer van B. daaraan zodanig ten prooi zou zijn gevallen dat daardoor het ongeval kon plaatsvinden. Er heeft een incident plaatsgevonden en de veroorzaker daarvan roept eigenlijk terstond op de plaats delict: blackout, blackout, ik had een blackout. Wat zegt u dan? Nou, dan zeg ik, dat vind ik buitengewoon onwaarschijnlijk. Want iemand die een echte blackout heeft, die kan niet zo gearticuleerd vertellen dat hij een blackout heeft. Die is confuus, die is verwacht en die zal nooit met zoveel scherpte kunnen zeggen van ik heb een blackout. Dus nee, dat vind ik onwaarschijnlijk en maakt een hele ingestudeerde indruk op mij. Het verhaal van Peter van B. komt erop neer dat hij onder de spoorbomen is doorgereden en dat hij ook de overwegsignalering niet heeft opgemerkt. Past dat bij een blackout? Kan dat? Nee, het is toch betrekkelijk onwaarschijnlijk. En ik zal u uitleggen waarom dat onwaarschijnlijk is. Er is heel veel onderzoek gedaan naar het gedrag van mensen in de buurt van zo'n spoorwegovergang. En daaruit blijkt dat mensen, zelfs als ze in een soort schemertoestand verkeren, toch bijna reflexmatig reageren op een spoorwegovergang die in werking is. Dus de signaalwaarde die uitgaat van het gerinkel en van de lichtflits en van de boom die omlaag komt, die is heel erg groot. En je moet aannemen dat zelfs als iemand in een soort hypnotische toestand verkeert, zelfs als iemand in een schemertoestand verkeert, dat hij daar heel erg sterk op reageert. Dus het is wat onwaarschijnlijk dat iemand, zoals in dit geval dan, in zo'n blackout toestand de bomen gaat omzeilen en dan toch perfect op de middenbaan van de spoorweg terechtkomt. Dat duidt op betrekkelijk gecoördineerd gedrag, zou ik zeggen. Peter van B. die beroept zich erop dat hij voor het incident een slaapmiddel heeft gebruikt, een medicijn, temazepam. Kan dat? Heeft dat invloed gehad op zijn gedrag? We weten heel veel over dat middel, over temazepam. Er is veel onderzoek naar gedaan. En een van de dingen die we heel duidelijk weten is dat dat middel dat na 16 uur praktisch uitgewerkt is. In dit geval was het zo dat de verdachte twee pilletjes temazepam heeft genomen de avond voordat het drama zich afspeelde. Het drama zelf speelde zich om een uur of vier af. Dus dat is 16 uur later. Je mag er gevoelig van uitgaan dat dan de hele werking van dat middel helemaal verdwenen is. En dat daar een eventuele blackout niet aan te wijten valt. Alles in deze zaak draait om geheugenverlies en blackout. Kan het nou zo zijn dat Van B. door de traumatische ervaring van het ongeluk, de stress die daarbij kwam, het medicijngebruik van 16 uur daarvoor en het direct na het incident met zijn hoofd op het asfalt bonken, dat hij daar een geheugenverlies van heeft opgelopen? Nee, ik acht dat toch ronduit onwaarschijnlijk. En de reden dat ik het onwaarschijnlijk acht is dat al die factoren die je noemt, die zouden ertoe moeten leiden dat de verdachte geheugenverlies ontwikkelt voor alles wat zich na het drama afspeelde. Maar niet voor het drama zelf. Aan het drama zelf zou hij toch hele scherpe herinneringen moeten hebben. Want we praten ook over een gebeurtenis van, ja, van een grote intensiteit. En je zou toch moeten aannemen dat dat in zijn geheugen gegrift staat. Dus nee, ik vind het onwaarschijnlijk. Van B. claimt dat hij na het incident ook nog een aantal keren last heeft gehad van blackouts. Niettemin rijdt hij toch gewoon in zijn auto. Wat zegt u dat? Ja, ik vind dat niet passen bij het beeld van iemand die echt last heeft van blackouts en die echt last heeft van geheugenverlies. Dit laat toch zien dat de verdachte zijn eigen verhaal over die blackouts niet serieus neemt. We kunnen hier het voorbeeld nemen van de allergie voor bijvoorbeeld garnalen. Stel dat je een echte allergie hebt voor garnalen, hè, dan zul je vervolgens garnalen zul je vermijden. Die zul je niet meer eten. Dus dat komt tot uiting in je gedrag. Stel dat je af en toe echt blackouts ontwikkelt en dat dan gevolgen heeft voor je rijgedrag. Je zult dan vervolgens niet meer rijden. Maar wat we in dit geval zien is dat de man beweert dat hij af en toe blackouts heeft en niettemin rijdt. Dus het laat zien dat dat verhaal toch waarschijnlijk gefabriceerd is. Kunt u uitleggen wat het belang is geweest van de geheugentest en de zogenoemde SIMS-test die hem is afgenomen? Ja, dat is interessant. Bij de verdachte is die zogenaamde SIMS-test afgenomen. Die SIMS-test die bestaat uit een lange opsomming van allerlei symptomen waarvan specialisten weten dat die symptomen niet voorkomen. Dat zijn fake symptomen. Het zijn atypische, bizarre symptomen. Echte patiënten die zullen zeggen van nee, daar heb ik geen last van. Een voorbeeld is soms
raken mijn handen en mijn voeten plotseling verlamd en dan is het alsof er 1000 kilo aan mijn armen hangt. Of ik heb gemerkt dat mijn schaduw wild heen en weer beweegt, ook al houd ik mij stil. Dit soort atypische, bizarre symptomen. En wat je nou ziet in dit geval is dat de verdachte zegt dat hij maar liefst 33 van dit soort atypische symptomen, dat hij daar last van heeft. En dat duidt erop dat hij het beeld probeert te vestigen van iemand met geheugenverlies. Dat hij probeert zijn symptomen heel erg sterk aan te dikken en dat hij dus op de proppen komt met niet bestaande symptomen. Hij feinst het. Wat is nou volgens u de kans dat iemand zijn eerste blackout krijgt precies midden op een overweg, op het spoor waar op dat moment een trein aankomt denderen en hij zelf nog ternauwernood op tijd uit de auto kan komen? Nou, ik denk dat die kans dicht in de buurt van nul komt. Dat is een ongeloofwaardig verhaal. Ik vind het een buitengewoon ongeloofwaardig verhaal, ja. Ja, het is een van de vreemdste zaken die ik ooit gezien heb als getuigendeskundige. Ik heb heel wat gevallen gezien van geheugenverlies. En als ik er nou eentje zou moeten aanwijzen waarvan ik zou zeggen van, nou, dat is nou echt een vorm van totaal ongeloofwaardige geheugenverlies, dan is het dit geval. Met Merkelbachs rapport in de hand ziet de advocaat-generaal met vertrouwen het hoge beroep tegemoet. Dat dient op 28 februari 2007. Hij eist 15 jaar cel tegen Peter van B., net als voor de rechtbank. Justitie reconstrueert aan de hand van alle verhoren en onderzoeken de volgende schokkende gang van zaken. Die warme zomermiddag in augustus 2003. De machinist van de trein legt in de rechtszaal een hartverscheurende verklaring af. Hij vertelt dat hij de laatste seconden voor de crash grote angst had voor zijn eigen passagiers, omdat zijn trein makkelijk had kunnen ontsporen. Daarbij komt nog het laatste beeld van Paula, die hij in een flits met haar hand tegen het raam zag duwen, de seconde voor ze werd overreden. Een traumatische gebeurtenis die hem zijn leven lang zal bijblijven. Het Hof heeft uit het onderzoek ter terechtzitting niet door de inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging bekomen dat verdachte het primair te laste gelegde heeft begaan, zodat verdachte daarvan hoort te worden vrijgesproken. Het Hof overweegt hierbij dat er veel omstandigheden te noemen zijn, en door de advocaat-generaal ook zijn genoemd, die ernstig afbreuk doen aan de geloofwaardigheid van de lezing zoals door de verdachte wordt gesteld.
Het Hof kan echter niet met voldoende zekerheid uitsluiten dat de lezing van verdachte desondanks de feitelijke gang van zaken weergeeft. Al dus dient verdachte te worden vrijgesproken van de aan hem te lastgelegde moord dan wel doodslag. Het Hof veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 102 dagen met aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht. Dus dat is gelijk aan het voorarrest. Dat is de uitspraak. Stel dat het Hof deze man had veroordeeld voor moord, dan had u dat wel begrepen? Dan had ik dat heel goed begrepen, ja. Het Hof heeft dat echter niet gedaan en heeft uw resolute, expliciete verhaal, nou ja, moet je eigenlijk constateren, min of meer terzijde geschoven. Hoe voelt u dat? Ja, ik kan niet goed op de stoel gaan zitten van de rechters. Ik heb het gevoel dat daarmee het Hof wat te weinig waarde heeft toegekend aan alles wat er gezegd is over dat geheugenverlies. Als u nou alle feiten en omstandigheden in deze zaak bij elkaar optelt, wat is dan uw conclusie? De conclusie zou moeten luiden dat het hele verhaal over het geheugenverlies en de blackouts, dat toch buitengewoon ongeloofwaardig is. Je moet ook niet vergeten dat in deze zaak heel veel onderzoek naar dat geheugenverlies nou juist gedaan is. En ik denk dat alles bij elkaar daar wel 40 uren onderzoek verricht is. Er is uitvoerig met de verdachte gesproken, de verdachte is getest, er is een EEG bij afgenomen, er zijn allerlei medische tests gedaan en... als je alles bij elkaar optelt, dan is de slotsom toch... Dit is een heel onwaarschijnlijk verhaal over dat geheugenverlies. En daar heeft u weinig twijfel bij? Daar heb ik heel weinig twijfel bij. De rechters en de raadsheren die over Peter van B. hebben geoordeeld... zijn nooit op de plaats delict geweest. Ik kom dat vaak tegen en ik ervaar dat als een gemiste kans. Zeker in moordzaken. Bij mijn programma is het zo'n beetje regel 1. Eerst... op de plaats delict kijken. Want als je op een plaats delict, zoals hier rondloopt... zie je en realiseer je dingen die je niet van foto's en plattegronden... uit het dossier kunt halen. Peter van B. kent deze omgeving als geen ander. Het is een stille overgang waar de kans op getuigen klein is. Bovendien kon hij op de plek waar hij zegt... zijn eerste aanval van duizeligheid te hebben gehad... perfect zien of er andere auto's in de buurt waren... en vervolgens timen wanneer de trein eraan kwam. En dan rijdt hij dus, naar zijn zeggen in een staat van blackout... hier het spoor op, precies als de trein vanuit Culemborg komt aandenderen. En hij presteert het vervolgens om in die toestand... om de dalende slagbomen heen te rijden... en toevallig precies op het tweede spoor waar de trein rijdt... tot stilstand te komen. Zoveel toevalligheden maken het verhaal in combinatie met andere bevindingen... in mijn ogen ongeloofwaardig. En of de rechters, die dus moesten oordelen over de vraag... of het nu wel of niet een moord betrof... op deze plek tot een ander oordeel waren gekomen... we zullen het nooit weten. Ze namen de moeite niet. Want rechtspraak is in Nederland vooral een papieren kwestie. Van B.'s kinderen hebben met hun vader gebroken en twijfelen ernstig aan zijn verhaal. Van B.'s dochter heeft ons laten weten niet mee te durven werken aan de reportage... omdat ze bang is voor represailles van haar vader, die ze als agressief bestempelt. Goedenavond, mevrouw. Mijn naam is Peter de Vries. Ik kom voor uw vriend. Nou, nee. Nee. Nee, ik kan hij daar misschien ook zelf over beslissen? Ja, ik weet dat hij dat beslist niet wil. Ik weet helemaal niet wat ik wil, waarvoor ik kom. Nee, maar het is allemaal afgelopen nu en... Misschien hij weet het te meer om even aan te horen wat wij willen. Nee. Dus hoe komt u aan de kennis en de wetenschap dat ik überhaupt hier ben? Nou, wij vinden wel eens wat uit, ja, hè? Ja, ik vind wel wat uit, ja, ja. Ja, is dat zo gek? Maar wat heb ik in godsnaam met u te maken? Wat heeft u met mij te maken? Nou, tot nu toe hebben wij op verzoek van uw advocaat keurig pas op de plaats gemaakt. En ik denk, nou is de zaak afgelopen, kunnen we misschien eens even praten. Ik heb absoluut geen enkele interesse om met u of wie dan ook
halen met mijn eigen kennissen en vrienden over dat vreselijke gebeuren te praten wat mij is overkomen, wat ons is overkomen. Maar per se niet met u. Per se niet. Waarom per se niet met mij? Nee. Ik hou niet van dat soort publiciteit. Bent u bang dat ik lastige vragen stel? Wilt u nu vertrekken? Wilt u nu alsjeblieft weggaan? Bent u nu bang dat ik over die blackouts begin? Ik vraag u heel vriendelijk om weg te gaan. Ja, en ik vraag of u soms bang bent dat ik over die blackouts begin. Nou, ik sta hier gewoon buiten. Ja, en met wie we wel over die blackouts kunnen praten is de advocaat van Peter van B, meester Van der Linden, die hier in de studio is aangeschoven. Goedenavond. Goedenavond. Bent u het met mij eens als ik zeg dat uw cliënt niet alleen op de spoorrails miraculeus is ontsnapt, maar dat hij ook in de rechtszaal door het oog van de naald is gegaan? Nou, door het oog van de naald vind ik wat zwaar aangezet. De feiten en omstandigheden zijn gewogen. Zowel de rechtbank als het hof die hebben geoordeeld dat er misschien wel wettige bewijsmiddelen zijn, maar dat er geen overtuiging voor is. Ja. Dat noem ik nou niet bepaaldelijk door het oog van de naald. Nee, maar ik denk dat u er ook vooraf niet een kist wijn op had durven zetten dat die werd vrijgesproken. Dat durf ik in geen enkele zaak. Nee? Nee. En wij waren ook bij die zitting aanwezig. En toen viel ons op dat u, toen het arrest werd voorgelezen, een juichgebaar maakte. Zo van, yes. Dat was niet omdat u er zo zeker van was dat het vrijspraak werd. Nee, maar ik zei zojuist al, dat weet je van tevoren niet. En een zaak waar je spreekt over de overtuiging met name, ja, daar kan het ene college toch weer anders over denken dan het andere. En ja, als het met name in de overtuigingskracht zit, dan is het altijd afwachten. Ja. Heeft u uw cliënt voorgehouden dat het wel eens voor hem verkeerd zou kunnen aflopen? Dat doe je altijd, hè? U heeft hem dus wel eigenlijk gezegd van, jongen, als het hof hier anders over denkt dan wij bepleiten, dan kon je wel eens 15 jaar in je broek krijgen. Dat is van tevoren besproken, omdat je weet dat er hoger beroep is ingesteld door het Openbaar Ministerie. En op dat moment vertel je je cliënt vanzelfsprekend, ja, dat hem dan alsnog de straf kan wachten. Ja. Voor het hof is ook het rapport van professor Merkelbach besproken. Hij heeft daar ook zelf getuigd. En die zegt eigenlijk in keiharde bewoordingen, ook bij ons in de uitzending, ja, dat uw cliënt feinst, dat het eigenlijk fake moet zijn, dat hele verhaal over die blackouts. Wat zegt u daarop? Nou, ik ken natuurlijk dat rapport. En meneer Merkelbach is ook als getuigendeskundige nog gehoord. Meneer Merkelbach heeft zijn rapport gebaseerd op dossierstudie en fragmentarische kennis van videobeelden. En heeft geen enkel gesprek met mijn cliënt gehad. Kortom, hij kent hem eigenlijk niet, behalve dan alleen maar uit het dossier en de videobeelden. Ja, maar er zijn natuurlijk wel testen gedaan die gewoon een uitslag hebben, een score hebben, en daar verwijst hij naar. Jawel, maar goed, hij verwijst dan naar eerder plaatsgevonden hebben de tests van een psycholoog en een psychiater. En heeft zelf geen test afgenomen. In die zin dat hij zich alleen maar heeft geconformeerd aan die test. Ja, maar als deskundige hoef je toch niet altijd zelf met iedereen gesproken te hebben. Kan je toch ook gewoon de feiten en omstandigheden en de scores laten spreken? Nou, ik denk dat dat niet helemaal juist is naar mijn idee. Omdat juist op dit gebied, waar je spreekt over de menselijke psyche, dat je, het is geen exacte wetenschap. En dan blijft het altijd een kwestie van welke waarde ga je waaraan toekennen. Ja. Merkwaardig vind ik dat uw cliënt eerst verklaart dat hij nooit blackouts heeft gehad. Dan later zegt hij dat hij er al maanden last van heeft. En uiteindelijk, hè, als we het dossier goed lezen, zegt hij dat hij er al 25 jaar last van heeft. Terwijl eigenlijk niemand dat echt kan bevestigen of getuigen. Dat is toch een beetje merkwaardig. Het is natuurlijk zo dat er in het kader van de politieverhoor het een en ander gevraagd is over blackouts. En dat hij daar, dat geef ik inderdaad toe, wel eens een wisselend antwoord op heeft gegeven. Maar voor het overige, naar mijn idee, toch standvastig is gebleven in zijn mening dat er sprake is van enige vorm van wegraking. Ja. Maar ja, als dat zo is, dan begrijp ik niet dat hij in een auto is gaan rijden. En sterker nog, dat hij na het ongeval opnieuw auto is gaan rijden. Dat is gewoonweg niet te verklaren eigenlijk. Je bent betrokken geweest bij een crash op een spoorrails waarbij je echtgenoot om het leven is gekomen. Je zegt dat dat komt door een blackout. En vervolgens ga je gewoon weer auto rijden. Dat is toch
dat is toch ongelooflijk? Ja, maar goed. Hoe hardleers kan je dan zijn? Ja, maar goed, u moet van mij geen waardeoordeel vragen. Nou, vraag ik wel. Dat mag u dan doen, maar het antwoord daarop kan simpel zijn. Om de doodeenvoudige reden dat meneer Van B. wel veroordeeld is voor dode schuld. Omdat hij, wetende dat er mogelijkerwijs iets aan de hand is, toch auto heeft gereden. Ja, nou, dan is het toch des te ongelofelijker dat hij nu weer gewoon auto rijdt, terwijl hij al eens een keer dus op de spoorrails heeft gestaan. Ja. Dat is ja, ik heb daar bijna geen woorden voor. Meneer de Vries, dat is uw invulling. Ja, zeker. Het is natuurlijk wel zo dat het de verantwoordelijkheid van een ieder is om die beslissingen te nemen in zijn leven die hij zelf wil nemen. Maar professor Merkelbach die zegt, en ik vind dat hij daar een punt op heeft eigenlijk, van dit geeft eigenlijk een beetje aan dat hij zijn eigen klachten, zijn eigen verhaal over die blackouts niet serieus neemt. Want op het moment dat je dat wel doet, kruip je niet meer achter het stuur. Daar kun je als volgt op reageren. Als iemand weet dat hij hartklachten heeft en de arts die zegt het is beter dat je niet meer rookt. En je rookt dan toch, dan loop je ook een bepaald risico. Ja, maar dan ga je zelf dood. En nu is het zo dat zijn echtgenote het leven heeft gelaten. Ja, maar u gaat dat koppelen aan een situatie waarin u toch meer wil gaan naar de situatie waarin die bewust gekozen zou hebben voor iets. Nou, als ik zo dit alles op een rijtje zet, vind ik dat wel heel vreemd, ja, verdacht. Dan gaat u de procedure nog een keer overdoen. Dat doen we. Wij zijn de vierde instantie. Wij zijn wat dat betreft bij de rechtbank en bij het hof geweest die allebei tot een gelijkluidende conclusie komen. Ja. En dat hoeven we natuurlijk hier niet dunnetjes over te doen. Nou, daar zitten wij hier toch wel voor, hoor. Hoe gaat het verder met uw cliënt? Hij heeft inmiddels een nieuwe vriendin, hebben wij vastgesteld. Ik bemoei me niet met zijn privéleven. Hoort u ook nog eens wat van ons? Ja, nieuw. Claimt u nou ook nog schadevergoeding? Of is dat door de veroordeling voor dood door schuld van de baan? Als een procedure eindigt zonder maatregel of straf, dan kun je een schadevergoeding vorderen. Deze zaak is geëindigd door een vonnis, een CQ-arrest, dood door schuld. Dus is de zaak geëindigd in een strafoplegging? En wordt er ook geen schadevergoeding geclaimd. Maar nog afgezien daarvan heb ik ook nooit de opdracht gekregen. En is het ook niet de winst van meneer Van B. om schade te claimen. Goed, bedankt voor uw toelichting. Graag gedaan. Tot zover onze uitzending van vanavond. Volgende week zijn we weer, zelfde tijd, zelfde plaats. Dan met alweer de laatste uitzending voor de zomerstop. En ik kan u nu al verklappen dat we dan nieuws zullen brengen in een paar grote zaken waar ons programma in het verleden al eerder aandacht aan heeft besteed. Zorg dat u klaar zit en tot dan. Davenports and kettle drums, swallowtail coats, tablecloths, and patent leather shoes.